volkomen denken. Wij kijken als econoom naar menselijk gedrag, maar we hebben zelf ook gedrag. En we hebben uitgevonden dat dat op een bepaalde manier handiger is dan op een andere manier. Ik heb hier straks een tabelletje, dat heb ik uit een ander boek gesloopt voor een ander vak. Dus dat krijgen jullie verder niet te zien. Althans niet in het kader van je opleiding, maar dat geeft leuk aan hoe economen denken. Het gaat om ESA, de Europese ruimtevaartinstelling. Onder andere in Noordwijk zit die. En die lanceert satellieten. Een deel daarvan is publiek. Dat gaat om onderzoek, om onderzoek van de ruimte. Een deel daarvan is commercieel. Denk alleen maar aan onze mobieltjes. Die kunnen niet functioneren zonder dat die satellieten daar gewoon bedrijfsmatig rondvliegen en onze signalen doorgeven. En het gaat hier even om het commerciële deel. Dus ESA moet ook geld uit de markt zien te halen. En moet daarbij dus als een bedrijf nadenken. Hoe kan ik daar het beste mee omgaan? Als een bedrijf bij mij aanklopt om een satelliet te laten lanceren, hoe kan ik daar het meeste aan verdienen? Nou, wat bekend is in dit voorbeeld, als ESA zo'n ding lanceert, dan kan ze daar in de markt 3 miljard voor vragen. Dat is een heleboel geld. Je weet waarschijnlijk, een miljard, dat is 1000 keer een miljoen. Nou, 3 miljard per lancering. De baten. Maar wat kost het? Ja, er zit een bepaald verloop in. En daar haal ik dat tabelletje voor uit dat boek. Kosten zie je hier. Dan zie je in de linker kolom de number of launches. Het aantal van die satellieten wat de ESA de lucht in schiet. Commerciële satellieten. En dan de tweede kolom, de middelste, total cost. Wat kost dat om die dingen de lucht in te schieten? Nou, 2 miljard bij 1, bij 2 kost het 4,25. Bij 3 satellieten 6, 3,25. En ga zo maar door. Dat kun je natuurlijk ook gemiddeld per satelliet bekijken. De rechterkolom. Nou, gemiddeld kost het en dan zie je wat daar gebeurt. Nou, prima. Goed. Nogmaals, dit komt gewoon in de sheets. Straks op Blackboard. Mag het nu overnemen, hoeft niet. De hamvraag is natuurlijk wel, wat is verstandig? En dan komt aan de orde, ja, hoe denkt die econoom? Hoe denken jullie? En dan wil ik niet alleen een antwoord. Want als het goed is, krijg ik 3 of 4 verschillende antwoorden. Maar ik wil ook horen hoe je eraan komt. En ik zeg er van tevoren bij, domme antwoorden zijn er niet. Hè? Dus voel je vrij om te roepen wat je denkt. Allemaal goed. Nou, wie? 3. En waarom? Zo. Dan gaat meteen het begrip marginale kosten en marginale baten komen. Oké, hoe denkt die econoom? Die denkt, nou laten we nou even rustig alles op een rij zetten. En stap voor stap. Economen die denken stap voor stap. Die gaan kijken. Als ik niks doe, is mijn winst nul. Hè? Geen kosten en geen opbrengst. Nou, dat is heel simpel. Dat zou de uitkomst kunnen zijn. Als de rest alleen maar verlies geeft, dan moet ik niks doen. Maar doe ik er 1, wat komt er dan bij aan kosten? Nou, 2. En mijn kosten nemen toe van 0 naar 2. En mijn baten, die nemen toe van 0 naar 3. Want ik krijg voor elke lancering 3. Oftewel, mijn baten stijgen harder dan mijn kosten. Die 3 is groter dan die 2. Dus die eerste moet ik doen. Dat is verstandig. Nou, die redenering blijf ik doorzetten. Ga ik van 1 naar 2, dan gaan mijn kosten omhoog van 2 naar 4,25. Oftewel, mijn kosten nemen toe met 2,25. Ja? En mijn baten nemen ook weer nu met 3 toe. Opnieuw nemen de baten toe per saldo, omdat de extra kosten lager zijn dan de extra baten. Dus van 1 naar 2 is ook voordelig. Moeten we ook doen. Van 2 naar 3. Mijn kosten nemen toe van 4,25 naar 6,75. Dat is 2,5 extra kosten als ik die extra stap maak. En mijn baten nemen ook nu weer met 3 toe. 2,5 zei ik, ja. Aan kosten erbij, 3 aan baten erbij doen. Hè? Want ook dat voegt iets aan de winst toe. Ik ga er nog steeds op vooruit. Van 3 naar 4, de kosten nemen toe van 6,75 naar 10. Dat is bij elkaar 3,25 als ik het goed uitreken uit mijn hoofd. En de baten nemen toe met 3. En nou moeten we even opletten, want als de kosten met 3,25 toenemen en de baten nemen toe met 3, dan ga ik erop achteruit. Want dan verlies ik 1/4, toch? Nou, als je dat door hebt, dan heb je meteen door hoe die econoom denkt. Die vierde stap moet je dus niet doen. En de 5e al helemaal niet, want dan ga je kosten met 5 omhoog en de baten met 3. Dus dan verlies je 2 per saldo. Dus 4 en 5 niet doen en tot en met 3 wordt die winst alleen maar groter. Dus 3 is de optimale uitkomst. En die mevrouw daar die had hem helemaal goed in 1 keer. Ja, daar staat hij. Nou, wat ik nu heb gedaan is het begrip, wat net al genoemd werd ook, illustreren. Economen denken in kleine stapjes, kleine veranderingen en kijken wat dan de gevolgen zijn. Dat noemen we marginaal.
Wat we hier hebben gedaan is kijken naar de marginale kosten. Hoe veranderen de kosten als ik één eenheid meer produceer? Wat komt er dan aan kosten bij? Of gaat er eventueel af? Dat kan ook nog. Marginale kosten. En die marginale baten, die staan daar tegenover. Nou, hier zijn is dat heel simpel. Iedere keer komt er 3 aan baten bij. Dus die marginale baten zijn steeds 3 bij elke volgende stap. Maar ook dat kan in de praktijk natuurlijk veranderen. Maar die twee moet je wel vergelijken. En zolang die marginale baten groter zijn dan die marginale kosten, loont het om door te gaan. En zodra die marginale baten minder worden dan je marginale kosten, ga je erop achteruit. Dan moet je onmiddellijk stoppen of terug. En dan kom je dus vanzelf in dat beste punt uit. 3 in dit geval. Vandaag wil ik het hebben over netwerken. En best wel een interessant thema als het gaat over lobbyen. Het wordt vaak gelijkgesteld met de oude lobby. Iets van vroeger. Het is niet meer van deze tijd. In die zin vond ik dit artikel vrij hilarisch. Dat eigenlijk de boodschap van het artikel is: lobbyen en borrelen is een sprookje. Volgens mij hadden ze dan toch net iets andere foto's moeten kiezen om bij het artikel te plaatsen. Want dit geeft dan toch net weer een iets andere indruk. Maar het geeft ook wel mooi de paradox aan. Ook Michiel van Hulten sprak vorige week over, hij noemde het actieve betrokkenheid. Je moet wel aanwezig zijn in Brussel, je moet weten wat er speelt. Ook Pieter gaf eigenlijk daarnet aan, er beweegt heel veel, er circuleren veel ideeën. Je moet weten wanneer gaat iets echt in gang schieten. En om dat te weten heb je natuurlijk wel goede contacten nodig. En moet je regelmatig samenzitten met mensen die in jouw beleidsdomein beleid maken. Dus het belang van netwerken mag zeker niet onderschat worden. Waarom is het belangrijk om een goed netwerk te hebben? Ik gaf al aan dat het belangrijk is om op de hoogte te zijn van nieuwe beleidsontwikkelingen. Kunnen jullie nog andere redenen bedenken waarom lobbyen en netwerken vaak in één zin genoemd worden? Of waarom iedereen ervan uitgaat dat je als lobbyist een heel goed netwerk hebt? Ja, klopt. Je zou kunnen stellen, de eerste keer dat je contact legt met iemand, dan moet je eerst vertrouwen opbouwen, een relatie opbouwen. Als je die relatie al hebt, kan je meteen in de inhoud duiken. En ga je waarschijnlijk ook meer in staat zijn om in vertrouwelijkheid een goed inhoudelijk gesprek te hebben. Dus het is belangrijk om je relaties te onderhouden en uit te breiden. Nog andere redenen? Ja. Ja, klopt, absoluut. En je verwees er meteen al naar het belang van weak ties en het verschil met strong ties. Strong ties worden gezien als mensen die je heel goed kent. Denk aan goede vrienden, familie. En uiteraard zijn die banden heel waardevol, want daar is een hoge mate van vertrouwen. Langs de andere kant is het ook vaak zo dat de mensen die jij goed kent vaak ook met dezelfde zaken bezig zijn. In dezelfde netwerken circuleren, hetzelfde soort nieuws opvolgen, met dezelfde thema's bezig zijn, waardoor je al bij al via je strong ties weinig nieuwe informatie krijgt. En dat is eigenlijk het idee van de kracht van, of de strength of weak ties, het voordeel van zwakke banden met personen. En een van de grondlegger van dit concept is eigenlijk een socioloog, Mark Guenevetter. En hij toonde eigenlijk aan dat de manier waarop mensen een job vinden, dat daar weak ties een heel grote rol in spelen. Want vaak ga je wel, als je op zoek bent naar een nieuwe baan, ga je misschien ook goede vrienden aanspreken en vragen of zij nog interessante opportuniteiten gezien hebben. Maar wat eigenlijk bleek uit zijn onderzoek is dat de meeste mensen net een nieuwe baan vinden via iemand die ze eigenlijk minder goed kennen. Een kennis die je misschien 1 of 2 jaar ziet, een collega uit je vorige baan. Dus iemand met wie je een veel losser contact hebt, maar die ook in heel andere netwerken zit, waardoor hij ook informatie heeft die jij eigenlijk niet hebt. En dat is eigenlijk precies die kracht van weak ties. En dat toont eigenlijk op het belang van eigenlijk met een heel grote groep mensen regelmatig contact te onderhouden. En als je verder nadenkt over netwerken, je hebt natuurlijk informele netwerken, informele contacten tussen personen. Je kan die netwerken ook formaliseren. En dan denken we bijvoorbeeld aan coalities. Als je de media volgt, zie je heel vaak coalities opduiken rond bepaalde dossiers. En ik wil het hier vandaag kort hebben over wat is nu precies zo interessant aan een coalitie. Waarom lobbyt een organisatie soms toch alleen? En welke implicaties heeft het vormen van een coalitie op toegang tot beleidsmakers? En je zou het vanuit 2 kanten kunnen bekijken. Aan de ene kant kan je zeggen, wel,
misschien is een coalitie toch niet zo interessant. Want misschien heeft het vormen van een coalitie ook wel heel belangrijke nadelen. Of zijn er redenen waarom het soms niet goed werkt? Kunnen jullie er een aantal bedenken? Ja. Je geeft aan, je hebt als lobbyist vaak één specifiek belang, ook vaak één specifieke beleidseis. Van het moment dat jij met andere organisaties gaat samenwerken, ga je per definitie water bij de wijn moeten doen. Dus het gevaar dat jouw belang verwatert, is reëel. Nog andere nadelen? Ja, klopt. Het is helemaal niet zo eenvoudig om zo'n coalitie op te zetten en om goede afspraken te maken en er vervolgens voor te zorgen dat die afspraken ook nagekomen worden. Het vereist heel veel transactiekosten. Dus de tijd die je daarin steekt, steek je misschien beter in een individuele lobby. En jullie hebben eigenlijk net al twee van de belangrijke nadelen genoemd. De noodzaak om compromissen te maken en de hoge transactiekosten. Al het extra werk dat komt kijken bij het opzetten van een coalitie. Een ander nadeel is ook je eigen reputatie en identiteit. Wat je ook wilt als organisatie is dat je heel duidelijk is voor, dat heel duidelijk is voor beleidsmakers waar sta je precies voor. Wat is het issue waar jij mee bezig bent? Wat zijn jouw specifieke invalshoeken? Wie vertegenwoordig je? En hoe meer je in coalities werkt, hoe meer de kans dat dat gaat verwateren. En dat heeft twee mogelijke nadelen. Het kan ervoor zorgen dat beleidsmakers jouw organisatie niet meer scherp op de radar hebben. Maar het kan er ook voor zorgen dat de leden van je organisatie zich afvragen waarom ze eigenlijk bijdragers betalen. Want als je steeds samenwerkt met andere organisaties, wat is jouw meerwaarde dan nog? Dat kan ook een reden zijn om toch individueel te opereren. Dat zijn enkele nadelen van coalities. Tegelijkertijd denk ik dat er heel weinig gewerkt wordt zonder dat lobbyisten formeel of informeel een coalitie vormen. Dus er moeten ook heel veel voordelen aan zitten. Wat zijn de voordelen van een coalitie? Waarom zouden coalities noodzakelijk kunnen zijn? Ja, klopt. Beleidsmakers proberen eigenlijk continu in te schatten. Oké, hoeveel mensen in de samenleving of hoeveel groepen in de samenleving delen jouw eis? Hoeveel mensen vinden het eigenlijk echt een belangrijk issue? Van het moment dat je inderdaad heel veel organisaties kan verbinden, gaan beleidsmakers ook sneller geloven dat dit werkelijk een heel belangrijke kwestie is die echt in de samenleving speelt. Dus je hebt een grotere slagkracht. Nog andere voordelen van werken in een coalitie? Ja. Je hebt samen meer resources, je kan middelen delen. Zelfs als kleine organisatie, misschien heb je veel expertise, maar heb je minder mankracht. Als je dan een organisatie vindt die veel leden heeft, kan die vervolgens focussen op het mobiliseren van leden. Of misschien is er een organisatie die goede contacten heeft met de ambtenarij, die weet in welke werkgroepen je aanwezig moet zijn. En heb je een andere organisatie die net goede contacten heeft in de media. En op die manier kan je ook verschillende strategieën combineren. Dus het geeft je de mogelijkheden om middelen te combineren. En dat zijn eigenlijk inderdaad de twee grote pluspunten van een coalitie. Aan de ene kant zijn er schaalvoordelen. Door samen te werken heb je meer middelen. Toon je ook aan dat je als lobbyorganisatie een groot draagvlak hebt. En het eerste punt is dat het ook vreemd zou zijn waarom je geen coalitie zou sluiten. Er zijn zoveel maatschappelijke organisaties die proberen te wegen op het politiek debat. Er zijn zoveel mogelijke partners. Het zou heel vreemd zijn als je als organisatie geen enkele medestander hebt. Oké, goed. So, this is actually the core of the whole picture that we are now zooming in on. So we have the Council of Ministers. These are ministers of national countries, of member states. And basically, they send representatives to the EU level to discuss EU legislation and also the big decisions on deciding to integrate more. Now let's look a little bit more in detail at the interaction between the national government and the Council of Ministers. Now the Council of Ministers really consists of the ministers from the member states, as I said. It represents the interest of the member states. And the Council plays a major role in the legislative process at the EU level. For a very long time they could even block all European integration. And very often, the decision to integrate or to start thinking about integration starts here. It's not some
far away EU bureaucracy that comes up with all kinds of plans. No, it are the member states that drive integration very often. Not always, but they are very often behind the steering wheel. They want to integrate. And they are ministers, for example, a minister of the environment or of defense or of economic affairs. And they all gather at the EU level at specific times in Brussels and discuss new ideas. And as I said, there's not one council, but there are many. And there are also a lot of preparatory bodies. It's not only the level, the highest level, the ministers, but there are also bodies below that that help to prepare decisions on legislation. So legally it's one body, but actually there are a lot of councils. And there were over 20 in the 1990s, and they reduced that to mainstream a little bit and also lumped together various policy fields so that it's more similar also to what happens at the national level. Ja, dit wordt een moeilijk verhaal. Ik kon jaren altijd dus het verhaal houden, de overheid geeft gemiddeld genomen iets meer geld uit dan dat er binnenkomt. Daar zal ik dadelijk ook wat voor doen. Maar de laatste jaren dus niet meer. Het plaatje is nog niet helemaal doorgetrokken. Als ik hem nu zou updaten met de macro-economische verkenning die de komende weken wordt verwacht, ligt het plaatje iets anders, want we zitten al wat meer jaren in de plus. En de plussen zijn ook wat groter. Maar als je over een langere periode kijkt, dan zie je, hoop ik, want daar gaan we dan maar even mee beginnen, dat er ieder jaar, bijna ieder jaar, op een paar uitzonderingen na, meer geld wordt uitgegeven via het overheidsbudget dan dat er wordt geïnd via belasting en premieheffing. Nou, wat betekent dat? Als je ieder jaar meer geld uitgeeft dan dat er binnenkomt, dan loopt de staatsschuld op. Nou, ik heb twee lijnen getekend, dat zie je ook, of twee assen. Eén met nul, die slaat op het tekort. En rechts staat het percentage van de staatsschuld. Dus je moet even de twee assen tegelijkertijd kijken. Wij beginnen even met het tekort. Als je ieder jaar dus iets meer geld uitgeeft dan er binnenkomt, heb je tekort. En daar hebben we in Europees perspectief met elkaar afgesproken dat iedere overheid ieder jaar weer opnieuw ervoor zorgt dat zijn overheidsbegroting op orde is. Dat is een afspraak die we hebben gemaakt. Er zit een ratio achter. Want op het moment dat je een tekort hebt, moet je geld lenen op de kapitaalmarkt. En we hebben inmiddels een Europese kapitaalmarkt. En dat betekent, dat wil je dat goed doen, dat landen goedkoop kunnen lenen. En als je een te groot tekort hebt en een veelvuldig tekort, zoals de Italianen en de Grieken in het verleden hadden, dan zeggen de kapitaalmarktverstrekkers, we willen Griekenland en Italië wel geld lenen, maar tegen een hogere risicoopslag. Wat betekent dat? Dat de marktrente gaat stijgen. Dat betekent dat bedrijven duurder geld kunnen lenen. Dat wil je dus niet economisch. Dus is er afgesproken met elkaar een Europees perspectief dat overheden proberen hun overheidsfinanciën in de hand te houden. In beginsel balance or a surplus. Dat was het idee. Dus je hebt een tekort van nul. Of misschien zelfs een klein overschotje, zodat je kan sparen voor de toekomst. Want we zien de vergrijzing aankomen. Extra zorgkosten. Dat is al jaren wat we doen in Europa. Ik had een tweede lijn moeten tekenen op -3. Dat is een vangrail. In Europees perspectief hebben we gezegd, als landen tijdelijk dan een tekortje hebben, dan zeuren we niet. Maar er is een bovengrens. Je mag nooit een tekort hebben wat meer is dan -3. Europese afspraak. Kom ik nog op terug, de hele EMU-discussie. De tweede afspraak die we in Europees verband hebben gemaakt, is dat een staatsschuld, dus als je de optelsom van al die tekorten vleet, die mag nooit meer zijn dan 60% van de nationale economie. En als die hoger is, moet die dalen, mag die niet meer stijgen. Nou, voor veel landen is dat nog steeds het geval, dat ze ruim boven de 60% zit. Nou, waar komt die 60% vandaan? Dat is geen theoretische wiskunde. Dat was ooit, toen we het verdrag van Maastricht hebben gesloten in 1992, een beetje het gemiddelde in Europa. Dus toen is er afgesproken, daar moet je naartoe werken. Nou, daar zit Nederland dus nu, je ziet het onder, jarenlang niet. Dit zijn ook de twee bakens in de overheidsfinanciën. De minister kan altijd zeggen, we hebben in Europees perspectief afgesproken, nul, maximaal -3 tekort en de staatsschuld. Jarenlang is daar ook op gekoerst, je kunt het hier zien, is daar echt op gekoerst. En wat gebeurt er nou sinds een week of twee? Het lijkt erop, maar we weten het nog niet, dat het kabinet dit standpunt gaat verlaten. Het lijkt erop dat we een ander begrotingsbeleid gaan krijgen. Dat heeft iets te maken met de ontwikkeling in de economie. We hebben ineens, dat kennen we helemaal niet, een negatieve rente. Dat is
Omdenken is dat voor ons. Waar normaal geld lenen geld kost, moeten al die reclames eigenlijk veranderd worden. Geld lenen levert geld op. Het nadenken over de overheidsfinanciën, dat als je iets leent, dat je dat met rente moet terugbetalen en dat die rentebetaling dus mogelijkheden voor uitgaven voor het onderwijs wegdrukt, is nu niet meer. Dus die redenering moet helemaal om. En we horen dan verhalen dat de overheid nu zelfs geld op gaat halen, gaat lenen en dat in een fonds gaat stoppen. Kortom, ik kom daar over 2-3 weken nog op terug. Maar je ziet, en dat vind ik het allerbelangrijkste, als we naar een specifiek land kijken, dit is Nederland, dat het denken over hoe omvangrijk mag die overheid zijn in ons handelen, dat die dus van jaar op jaar verschilt. Met tekorten en met schulden. En als we dit weer tussen landen doen, ook de preferenties van samenlevingen over de invloed op de economie van overheidsfinanciën verandert iedere keer.